positief nou naar de toekomst. Zo is dat. En je weet nooit hoe de toekomst allemaal nog kan gaan lopen met mooie dingen. Ja. Nou, toch niet met jou, hoop ik. Hoe is die? Asker? Fijn dat je er bent. Hoe vind je hem? Ja, mooi, kleurig. Ja, het past wel. Een paar maanden geleden konden jullie elkaar eens bloed nog drinken. Nou staan jullie samen met champagne. Nee hoor, we konden elkaar bloed helemaal niet drinken. Dat stond overal, maar zo erg was het ook niet hoor. Nee. Je waren niet bepaald. Nee, we waren het niet met elkaar eens. Dat is heel wat anders. Ja. Maar zoals het allemaal beschreven werd in de media, maar dat weet je. Dat is in. Hè? Lekker negatief. En nu lekker positief vandaag. Ja, vind ik wel. Beter om het zo op te lossen. De naam genoemd, ik bedoel, daar draai ik ook niet omheen. Daarvoor heb ik ook excuses aangeboden. De pop zijn ook nooit gemaakt. Eerst heeft hij gezegd, sekspop, ja nee, toch maar niet. Nee, het wordt gewoon leuk, madame Tussauds. Alleen je kan er wel seks mee hebben. Ja, ik was natuurlijk ook beu, al die dingen en al die rechtszaken. En ik denk, ik wil nou wel eens een keer een stukje iets positiefs. Ja. Om het geld wat hij me eigenlijk zou moeten betalen, om dat lekker te schenken aan een goed doel. Voor hem een lekker gevoel, voor mij. En dan zijn we er klaar mee. Lekker positief. Sorry, zegt eigenlijk tegen Patricia. Wel 10 keer. Ja, absoluut. En dat meen ik ook. En ik heb er altijd een geweldig gevonden. En ja, ook zelf nooit geen... wat ze ook me schreef dat elkaar precies wat je zei, bloed komt. Ik absoluut niet en Patrice ook niet. Nee, maar zo het zit ik gewoon ook niet in elkaar. Nee, het is gewoon helemaal verkeerd naar buiten gebracht. En het is gewoon jammer. En het allerbelangrijkste is dat het opgelost is en dat we samen lachen. Ja. Ja. Zo, en dan zal ik hieronder zetten. Zo. Officieel. Ja. Ik ben blij dat het gewoon nu allemaal is opgelost. En we laten het gewoon helemaal achter. En we kijken nu alleen maar vooruit en niet meer achteruit. Nee. En daar gaat het over. Ik zou zeggen, proost. Nou, op iedereen. Dank je wel.